Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. We gaan op patrouille met watercontroleurs op Rivier de Lek. Doei! Op een warme dag als vandaag hebben Michael en zijn collega meestal veel te doen. Michael, wat gaan we nou doen vandaag? Wij houden eigenlijk, zoals elke dag, toezicht op alles wat op en rond het water gebeurt. Zowel recreatie als beroepsschepen. Dit is wat Michael bedoelt. Hoppa! Waterverkeer en zwemmers in dezelfde rivier. Alles door elkaar. Het is geen lekkere combi. Eigenlijk zijn het gewoon heel veel dingen die het gewoon gevaarlijk maken om te zwemmen in een rivier, zoals dit. En daarom is zwemmen in alle rivieren in Nederland verboden. Weet je dat dat hier eigenlijk helemaal niet mag? Nee, dat wist ik niet. Tegen al dit soort dingen? Nee, dat wist ik nog niet. Midden op het water staat vaak een sterke stroming met soms zelfs draaikolken. Ook hele goede zwemmers kunnen daardoor in de problemen raken. En ook, de temperatuur van het water kan heel erg verschillen, zelfs per meter. Kom je plotseling in koud water terecht, dan kun je onderkoeld raken. En dan zijn er dus ook nog de schepen. Schippers kunnen zwemmers niet altijd zien en grote schepen veroorzaken dus ook nog een gevaarlijke stroming. De meesten hier weten wel waar ze zo ongeveer rekening mee moeten houden. Ik zwem meer aan de andere kant daar en die boten liggen meer links van me, dus daar vind ik het niet zo eng. Kijk, Bino is, en Jess, kijk naar het water nu. Ja. Zie je hoe laag dat komt? Dat komt door die boot. En als je dus daar aan het zwemmen bent en je voelt geen grond onder je voeten. Ik ben gewoon een super overbezorgde moeder daarin. Zwemmers die dicht bij de kant blijven laten de controleurs met rust. Maar degenen die in open water zijn, die kunnen een boete krijgen. Nou, de bekeuring is tussen de 12 en de 16 jaar is die €75. Ben je ouder dan 16 jaar is die €150. En deel je die nou vaak uit? Nou, met dit weer wil het wel voorkomen dat we er op een dag wel een aantal van die bekeuringen uitschrijven. Dus jij zou echt nooit hier, hoe heet het ook is, nooit gaan zwemmen? Nee, ik zou hier nooit gaan zwemmen. Maar de kinderen zien het probleem niet zo. Nou, het is warm weer en dan is het wel lekker om te gaan zwemmen. Schoon in het water afkoelen. Jij blijft lekker doorzwemmen. Ja, ik blijf lekker doorzwemmen. En zo laat dus helemaal niets of niemand zich tegenhouden om een frisse duik te nemen. Ja.